Joke Hermsen leerde ik zelf eigenlijk al kennen door haar reden Heimwee naar de mens. Het is een boek met essays en de ondertitel daarvan is Pleidooi voor het menselijk in de mens. En toen was eigenlijk mijn aandacht voor het werk van Joke Hermsen heel erg geraakt. En vanaf die tijd ben ik haar werk gaan volgen. Tot groot genoegen. En dat was voor Joke Hermsen. Zijn verhalen noodzakelijk? Waarom kunnen we het zonder verhalen? Wat is nou zo interessant aan verhalen vertellen? Wat is het grote verschil bij een televisieaflevering kijken? Het verhaal en tot al die andere moderne media waar wij ons sinds de jaren 20 in toenemende mate mee omringen. Dat is eigenlijk de hoofdvraag van mijn betoogje, wat zo'n minuut of 40, geloof ik, gaat zeggen dat verhalen broodnodig zijn. Maar ik zeg het niet alleen maar als schrijver van dat product. Ik zeg het ook als moeder van 2 kinderen. Die ik heb gezien hoe ze tot rust kwamen. En hoe ze bijna beter in hun eigen vel kropen als ik die avond weer op dat bed ging zitten. En het liefst zelf een verhaaltje verzon. Of als het dan echt wel op mijn zoontje heb ik gezien. Dat het een andere joch is als hij een paar uur heeft zitten lezen in een boek. Of als hij diezelfde uren alleen maar zit te gamen voor een beeldscherm. Elke ouder kan het verschil bij zijn eigen kinderen waarnemen. In het eerste geval zie je iemand die, ja, ik vind het altijd prachtig om te zien, een kind in een boek verdiept. Want je ziet op dat moment dat hij ook over zichzelf heen gebogen staat. Dat hij in een eigen binnenwereld zit. Dat hij die binnenwereld goed doet. Dat het goed is om die verhouding tot zelf te herstellen. Om met tijd en wijde die weg naar dat innerlijk weer open te leggen. En verhalen zijn er bij uitstek daarvoor geschikt. In plaats van dat gamen wat een voortdurend verwerken is van de razendsnelle input en die van buiten op dat brein wordt afgevuurd. En waar eigenlijk alleen maar dingen als snelheid worden gemeten. Inventief, laten we wel wezen. Niet voor niks worden ze allemaal zo verslaafd aan gamen. Inventief, ingenieus, allemaal waar. Maar niet iets wat ontspant. Niet iets wat het kind weer even in evenwicht brengt met zichzelf. Dat zie je al als je na een paar uur dan de discussie over het stoppen met gamen. Dan gaat beginnen, ik weet niet of sommigen jullie dat herkennen. Van nu is het wel genoeg. Het grote verschil is dat lezen je bij jezelf brengt. Terwijl dat voor die computer zitten, het gamen, je hoofdzakelijk veruitwendigt. Niet je concentratie op je eigen verbeeldingskracht richt. Maar vooral op snelheidsvermogens. Het enige vermogen wat aantoonbaar, dus wetenschappelijk, gezien ontwikkeld wordt dankzij gamen. Het een gedeelte in het brein is wat verantwoordelijk is voor de besturing van de duimen. Die vergroot inderdaad. Andere verhalen die verteld worden. Cognitieve prestaties, cognitieve vermogens, dat het allemaal dat soort zaken zou verbeteren, is in ieder geval nog niet wetenschappelijk aangetoond. Eigenlijk op grond van dit nieuwe boek van mij, Kairos, en waar het verhaal een hele belangrijke rol speelt, zo belangrijk dat ik zelfs een heel pleidooi voor meer narratief, dus meer vertellend, verhalend onderwijs daarin ook houdt. Meer narratief, verhalend onderwijs, dat een docent nogal wat meer is dan alleen een digitale politieagent. Je zag een documentaire over die iPad-school, zo'n juf van groep 6 zitten achter zo'n groot scherm, maar dan 30 schermpjes van alle iPads in de klas op zitten. En daar is ze dus naar aan het kijken. Totdat ze ineens een spelletje ziet oplichten tussen de gewone taakjes, zal ik maar zeggen. En het aardige is, op het moment dat ze dan opstaat, om naar desbetreffende leerling toe te lopen. En de camera gewoon op dat grote overzichtsscherm. Dat hij ineens alle schermpjes in spelletjes waren. Al het stukje lopen heen en weer geeft ze even de kans Verhaal, heel eenvoudig, noteert u maar, dat een verhaal een begin en een einde heeft. Hè? Is dat nou zo van wezenlijk belang van internet? Dat het geen einde heeft. Dat je maar eindeloos door kunt gaan, dat je werkelijk helemaal subgezet einde heeft. Als iets een einde heeft. En elk kind weet hoe belangrijk dat einde, cruciaal, die belofte van het nieuwe begin en waarom mensen zijn beginners. Het bij ons is eigenlijk een beetje een scheldwoord, hè? Haast en die beginners. Maar je kunt eigenlijk geen groter compliment maken dan de mens een beginner te noemen. Waarom? Omdat alleen de mens in staat is om voortdurend opnieuw te beginnen. En daadwerkelijk nieuw begin te maken. Het roer om te gaan. Omdat die mens in staat is elke keer een nieuw begin te maken, is hij ook in staat een nieuw verhaal te vertellen. En tot een geboorte. Punt 1 was het vast. De wereld wordt bewoond door mensen in het meervoud. Ja, dat is pluraliteit in Hannah Arendts denken. Heel erg aan die nataliteit is verbonden. Mensen in meervoud, we moeten met die mensen in meervoud een samenleving inrichten. En dan is het wel handig als je dan wat empathisch en sociale vermogen zet. Het wordt toch een beetje ingewikkeld als je helemaal niet meer in staat bent om representative thinking namens een ander te kunnen denken. Het wordt toch een beetje moeilijk. En als er steeds autistischer wordende mensen die voortdurend alleen maar voor hun beeldschermen zitten en nooit meer met een levend wezen spreken of discussiëren of debatteren, dan wordt het wel een beetje lastig om zo'n samenleving in meervoud gestalte te geven. En dus ook daar, aan die opdracht die ons bedukt, gesteld staat aan het begin van deze 21e eeuw in het Westen, met al die immigratiestromen. Helpt dus ook een verhaal. Punt 2. Ook die bibliotherapie. Dat het ons terugbrengt bij de ware tijd, bij onze eigen tijd, bij onszelf. Tot zover dan maar. Vandaag ik heb in de commissie Cohen gezeten. Dat was de commissie die het bewogen heeft over de toekomst van de bibliotheek in Nederland. En u begrijpt een beetje wat mijn standpunt in die commissie is geweest. Het is een hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van verhalen, boeken op alle mogelijke manieren, maar inclusief het fysieke boek, wat de materialiteit van het boek er wel degelijk toe doet, blijkt. Vorige week groot internationaal onderzoek. 2 groepen proefpersonen die niet wisten waar het over zou gaan. De ene helft leest het boek in een boekvorm, de andere leest het boek, exact het boek op beeldscherm. Groep 1 onthoudt 50% meer van de inhoud. Dat is weer een heel nieuw symposium, die moeten organiseren. Maar het geeft wel stof tot nadenken. Het is de geur, het is het zicht, het is alle andere. Je zintuigelijkheid heeft ook geheugen, heeft ook kennend vermogen. Je sensibiliteit wordt op een andere manier gewakkerd. Het boek blijft in je ooghoek. Ook als je het niet leest, dan lopen we elke keer uit. En het fysieke boek en het archief ook bewaren. Ook die geur van de oude boeken. En meer samenwerking, was mijn pleidooi binnen die commissie, met andere disciplines en organisaties in de samenleving, wat jullie eigenlijk hier in ons al voorbeeldig doen. Haal de wereld in de bibliotheek. Organiseer symposia, conferenties. Nodig dichters uit, muzici, toon. Maak er een plek van waar we de wereld nog delen met z'n allen. En waar we elkaar op welke manier dan ook, en uit welke discipline dan ook, de verhalen vertellen. Dus zoek alle verhalenvertellers, en natuurlijk heel veel. Zelfs de politicus, dus bouw een manier om verhalen te vertellen.